Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag vrijdag 30 april. En we starten het journaal met het nieuws dat de doodsoorzaken van de 3 personen die eerder zijn overleden na hun COVID-19-vaccinatie intussen bekend is. De doodsoorzaak is niet gerelateerd aan het vaccin. In het journaal vandaag infectioloog Dr. Vrieden. Hij geeft aan hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden. Wat is gebeurd? De procedure is dat iedere keer als er iemand overlijdt, die gevaccineerd is, blijkt te zijn, is er een commissie, dat is de AEFI-commissie, die alle gegevens van die persoon verzamelt. Dus die kijkt naar met welke ziektes is die patiënt bekend, bij welke dokters is die bekend, welke medicijnen gebruikt die. Dat is de ene kant, dus de kant van de patiënt. En wat waren de omstandigheden van het overlijden? Dat wordt allemaal in kaart gebracht. En er wordt ook gekeken van waar is hij gevaccineerd, om hoe laat, met welke batch. Al die informatie moeten ze bij elkaar brengen, zodat je een compleet beeld hebt over wat er gebeurd is in de periode rond vaccinatie en rond het overlijden. Vervolgens gaat men die gegevens analyseren en kijken wat is, kijken wat de meest waarschijnlijke oorzaak is geweest van de dood. En als het nog mogelijk is en de familie daar open voor staat, vindt er zelfs een lijkschouwing plaats, dus een obductie, lijkschouwing. Dus dat er precies in het lichaam gekeken wordt van ja, wat is er misgegaan, waaraan is de persoon overleden. En als die gegevens bij elkaar zijn, dan trekt men een conclusie. Dat doet de AEFI-commissie. Vervolgens geeft de AEFI-commissie deze conclusie, dus alle rapporten die ze hebben gemaakt, maar ook de originele documenten, wordt dan gegeven aan de NITEC-commissie. De NITEC-commissie is een andere commissie, een technische adviescommissie van de overheid, waar dus niemand die bij de overheid werkt, dus een hele onafhankelijke commissie, in zit. En die commissie gaat dus de analyse van die AEFI-commissie bekijken. En die commissie beslist of dat oordeel van die commissie, van de AEFI-commissie, of dat klopt. Of zij dingen over het hoofd gezien hebben, of dat ze verkeerde conclusies hebben getrokken. En vandaar dat het ook zo lang duurt. Het heeft weken geduurd, want deze mensen zijn al weken geleden overleden. En de laatste vergadering, dus van de NITEC-commissie, die is dus afgelopen maandag geweest. Op die vergadering hebben wij inderdaad vastgesteld dat in deze 3 gevallen er zeker geen relatie was tussen vaccineren en het overlijden van deze mensen. En dan moet je nog een rapport maken. En dat rapport hebben wij vervolgens naar het ministerie van Volksgezondheid gestuurd. En dat is, begrijp ik, vandaag of gisteren openbaar gemaakt. En inderdaad bleek bij deze gevallen het heel duidelijk dat het overlijden niets te maken had met het vaccineren. Vandaag is het startsein gegeven om de nationale campagne Laat je vaccineren te ondersteunen. Eerder heeft Rotary Suriname via de campagne Fitti Corona gedragsbevorderingsactiviteiten georganiseerd om COVID-19 onder de aandacht te brengen en informatie te verstrekken over het coronavirus. Rotary International, waar Rotary Suriname een onderdeel van is, heeft wereldwijd aangetoond dat bewustwording en gedragsbevordering voor het poliovaccin effectief zijn geweest. Ons land weerbaar maken en de negatieve effecten van de COVID-19-pandemie minimaliseren, zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Tijdens een Zoom-event waar minister Ramadine de aanwezigen ook toesprak, is er een uiteenzetting gegeven over de ondersteuning die er wordt aangeboden aan de nationale campagne. Ik ben sowieso als minister van Volksgezondheid zeer ingenomen met dit initiatief. We hebben nu, zoals u weet, te maken met een hele grote uitdaging binnen de zorg. Het is niet makkelijk. Ik denk de moeilijkste tijden ooit die de zorg in Suriname doormaakt. Gevolgen van de coronapandemie zijn immens. Maar ook de opstapeling van verschillende problemen binnen de zorg, die maakt eigenlijk de uitdaging zo groot dat met vereende inspanningen
het mogelijk zal zijn om hieruit te komen. Ik heb er alle goede hoop in en geloof in dat wij hieruit zeker zullen komen. Vanuit het ministerie zijn ook dus betrokken met de inclusie en de betrokkenheid van met name Rotary, maar ook andere organisaties die zeker hun hart op de goede plaats hebben ter ondersteuning van de zorg. Maar het gaat erom dat wij als individuen, maar ook organisaties en ministerie, overheid, beseffen wat het probleem is, wat de uitdagingen zijn. En uiteraard ben ik blij dat wij als ministerie de ondersteuning krijgen van de Rotary. Nogmaals, ik denk dat ik met deze korte inleiding duidelijk heb gemaakt onze positie als ministerie in het geheel, maar ook de ondersteuning die jullie krijgen. De enige oplossing tegen de bestrijding tegen het coronavirus zijn de Mohana-maatregelen en je laten vaccineren. Dat de derde golf zwaar toeslaat is te blijken na een gesprek te hebben gehad met de intensivisten van de ziekenhuizen. Er moeten veel meer mensen aan de beademing. Dat zijn de rapportages die onze gezondheidsminister kreeg van de IC-afdelingen. Nog steeds vaccineren, samen met in combinatie met de Mohana-maatregelen, de preventiemaatregelen, voorlopig de enige oplossing lijkt om de strijd tegen COVID aan te binden. Vaccineren zeker. Gisteren heb ik een gesprek gevoerd met de hoofdbehandelaren van het AZP, de intensive care. En die hebben me aangegeven, weet u minister, wij zien dat deze golf anders verloopt. Wij zien dat er veel meer mensen aan de beademing moeten. Wij zien een trend dat jongere personen ook zieker worden en overlijden. We zien dat er meer infecties ontstaan in de IC. Bij mensen die feitelijk gewoon gezond zijn. Ik ben heel blij, want wij zijn zeker vanuit de regering bezig te kijken naar expansie van ons vaccinatietraject. We willen het liefst zoveel mogelijk doses hebben dat wij gewoon de hele zaak kunnen opengooien. Uiteraard kan dat niet, want we werken met adviezen vanuit de technische commissie die ons adviseren welke groepen nu prioriteit hebben. En dat is helemaal afhankelijk van onze beschikbaarheid van vaccins. Ik ben ook blij om te melden dat in ieder geval wij als overheid een formele schrijf hebben gericht aan Nederland en Amerika. Gegeven de kennis die we hebben dat deze landen mogelijk de overschot aan AstraZeneca zullen exporteren naar de rest van de wereld. Dat in ieder geval wij al een vaste beroep hebben gedaan om tegen een gereduceerd tarief of tegen de kostprijs. Of gewoon als purchase optie dat wij het willen overnemen voor onze samenleving. Althans dat deel wat we nodig hebben. En ik hoop dat en de inspanningen vanuit het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties en andere is groot. We hebben veel sympathie en veel ondersteuning vanuit die groepen. En ik ben blij dat met deze nationale opstelling. En ik heb alle hoop erin dat zodra dat mogelijk is, wij zo snel mogelijk een voorbeeld kunnen stellen voor de samenleving wereld. Dat we op korte termijn onze totale samenleving, althans het grootste gedeelte, hebben kunnen vaccineren. En dat daarmee een mogelijke vierde of vijfde golf die niet uitgesloten zijn, zeker niet in gekeken naar de ontwikkeling in de wereld ook, dat de effecten daarvan niet zo groot zullen zijn als we het nu hebben gezien in de eerste drie golven. Kan je nog besmet raken na te zijn gevaccineerd? Dat is een vraag die steeds weer terugkomt. Tijdens ons bezoek aan de intensive care unit van het 's Lands Hospitaal kwamen wij een 64-jarige patiënt tegen die zei dat ondanks hij gevaccineerd is, hij toch besmet is geraakt. Alleen hoefde ik niet op een bed van de IC-afdeling, maar lag gewoon op de zaal. Dr. Vreden hiermee geconfronteerd. Dat is niet gek, want kijk, die man heeft één dosis vaccin gehad. Toch? Niemand heeft nog een tweede. Ik ben de eerste dag gevaccineerd en ik heb mijn tweede dosis nog niet gehad. Dus niemand heeft nog een tweede dosis gehad. En je kan niet verwachten dat je met één dosis al volledig gevaccineerd bent. Het is niet voor niks dat iedereen twee doses krijgt. En we weten wel dat één dosis al beschermt in zekere mate, maar niet volledig. En misschien, ik weet niet hoe lang voor deze meneer, het ziek worden deze man gevaccineerd was, maar überhaupt begint er enig effect pas op te treden minstens 2 weken na die vaccinatie. En hij kan wel zeggen, ik ben doodziek geworden, maar misschien was hij, als hij dat vaccin niet had gehad, was hij niet alleen doodziek geworden, maar was hij ook dood gegaan. So, you don't know. Je kan niet claimen voordat je 2 doses hebt gehad.
En zelfs als je twee doses hebt gehad, wij hebben nooit gezegd dat het vaccin, welk vaccin ook, voor 100% beschermt. Het beste wat het doet is tussen de 91 en de 94%. Dus dat wil zeggen, er zijn altijd tussen de 5 en de 9% van de mensen die, ondanks dat ze gevaccineerd zijn, ziek kunnen worden. Dus het geldt nooit, niets is 100%. Maar de meeste mensen hebben een enorme bescherming van het vaccin. En hoe zie je dat? In de landen waar men veel gevaccineerd heeft, daar zie je dat er bijna niemand meer doodgaat. Bijna niemand meer in het ziekenhuis komt. Zo bekijk je dat. Je moet het niet op individueel niveau bekijken. Vandaar dat we zeggen, het gaat er niet om wang-wang mensen te vaccineren. Je moet je hele bevolking vaccineren. En dan ga je zien van, bijna niemand komt meer in het ziekenhuis. Maar bijna niemand, de enkeling gaat blijven komen. En die zeggen van, ik ben in het ziekenhuis gekomen. Het gaat niet om het enkeling, het gaat om het geheel. Toch? Nu hebben we meer dan 100 mensen in het ziekenhuis liggen. En het is de bedoeling, als wij voldoende mensen vaccineren, dat er misschien nog maar 2 of 3 per dag in het ziekenhuis gaan liggen. Toch? Dat is de winst. In verband met de certificaatuitreiking aan de papegaaitjes, COVID-19 informatiespecialisten, heeft de minister van Volksgezondheid Dr. Anders Umar Ramadien op uitnodiging van de directrice een bezoek gebracht aan de peuterschool. Dit vond plaats op 30 april 2021. Jullie hebben ook een klein ziekenhuisje daar. Jullie hebben een klein ziekenhuisje ingericht daar? Ja. Oké. Oké, jullie zijn allemaal, jullie weten allemaal wat COVID is, toch? Dat hebben jullie gedaan vandaag. Alle juffies, COVID treft alle leeftijdsgroepen. COVID treft ook onze kinderen. Jullie hebben de afgelopen dagen de discussie gezien op media, social media, over kinderen en al. Laat me dit stellen. Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie hebben de leiding, jullie hebben de verantwoordelijkheid. COVID treft ook onze kinderen. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Zelfs baby's zijn besmet geweest in de COVID-periode in Suriname. Nogmaals, als jullie de maatregelen in acht nemen, dan weten we zeker dat in elk geval de transmissie, de besmetting van jullie naar de kinderen voorkomen kan worden. Na interactief bezig te zijn met de kinderen, sprak de minister de kinderen kort toe over COVID-19 en de maatregelen welke toegepast moeten worden om niet besmet te raken met het virus. De minister gaf het personeel aan dat COVID-19 alle leeftijdsgroepen, zo ook kinderen, treft. Als jullie de maatregelen in acht blijven nemen, dan weten wij dat de besmetting van jullie naar de kinderen voorkomen kan worden. Het is dus heel belangrijk dat jullie rolmodellen zijn voor de kinderen. De minister stelde verder dat het belangrijk is om de bewustwording onder kinderen over de COVID-19 voorzorgmaatregelen ook te vergroten. We zijn vandaag geweest bij de papegaaitjes, waar onze kleuters en peuters in ieder geval vanuit de leden van de school getraind zijn in COVID-19 training en een preventieprogramma hebben doorlopen. In ieder geval de basismaatregelen die genomen moesten worden om kinderen bewust te maken over COVID-19. En de papegaaitjes heeft het voortouw genomen ook om kinderen al vanaf 2 jaar bewust te maken over de gevaren van COVID-19. Ik ben zeer onder de indruk van het geheel. De kinderen hebben alles wat betreft de preventie zo'n beetje gekregen. En ze hebben het ook getoond vandaag bij de overhandiging van hun certificaat, als je het zo mag noemen. Dat geeft in elk geval aan dat wij dit soort initiatieven van particulieren ook ondersteunen, waarbij zeker gewerkt wordt aan een stukje bewustwording. Zoals we eerder hebben gezien, en hebben gehoord de discussie over besmetting bij kinderen, komt dit ook zeer gelegen om te gebruiken, zeker als platform, om de samenleving wederom te informeren over besmetting van COVID-19 bij kinderen. Kinderen zijn een bepaalde leeftijdscategorie
En we hebben gezegd dat COVID-19 geen onderscheid maakt tussen leeftijden als het gaat om een stukje besmetting. We hebben gezien, en de cijfers gezien, dat er meer dan 500 kinderen besmet zijn geweest in de periode vooraf. Dat betekent dat besmettingen geen onderscheid maken. Dus kinderen zijn ook gevoelig voor besmetting. En het is belangrijk dat wij dat begrijpen als samenleving. We hebben ook hier een beroep gedaan op de leidinggevende, op de begeleiders van de kinderen. Dat zij het voorbeeld moeten geven. We weten dat COVID-19 voornamelijk de ouderen, met name de kwetsbaren, treft. En dat bedoel ik meer qua verloop, dat het een ernstiger verloop is. Maar ook de groep tussen 18 en 60 jaar is behoorlijk gevoelig voor besmetting. Niet alleen gevoelig, behoorden ook behoorlijk ziek. Kinderen raken besmet, maar we zien niet zozeer ziekteverschijnselen bij COVID-19 bij kinderen. Er zijn wel gevallen bekend. Maar ik wil hiermee benadrukken dat het belangrijk is dat wij onze kinderen moeten beschermen. Onze kinderen die begeven zich vooral op scholen met grote groepen kinderen. Dus er is ook heel dicht fysiek contact, dichtbij fysiek contact, nauw fysiek contact als je het zo wil noemen. En de kans dat er besmetting plaatsvindt als er kinderen besmet zijn onderling is ook heel erg groot. Maar we zijn natuurlijk wel blij dat wij weten vanuit de statistieken dat er ook niet zoveel kinderen dusdanig ziek worden dat ze worden opgenomen. Dus bij deze een boodschap aan alle ouders, verzorgers van kinderen om zoveel mogelijk de preventiemaatregelen toe te passen. Uw kind te beschermen omdat COVID-19 vooral de varianten die nu circuleren met name hogere besmettelijkheid vertonen en ook bij kinderen ernstigere ziekteverschijnselen kunnen geven. Fanny Lagado, directrice van de Papegaaitjes, zegt dat zij de afgelopen periode een intensieve training hebben uitgezet met de kinderen om de COVID-19 voorzorgsmaatregelen te leren, maar ook om die te helpen overdragen aan de Surinaamse gemeenschap. COVID-19 is er en wij moeten ons aanpassen en we beginnen daarom bij de kinderen. Wij van de Papegaaitjes Peuterschool en Kinderdagverblijf hebben vandaag de minister uitgenodigd zodat wij onze COVID-training konden afronden. Waarom hebben we een COVID-training in het leven geroepen hier bij de Papegaaitjes? Omdat we weten en we zijn ervan bewust dat COVID is here to stay. Het beste wat je kunt doen om je tegen COVID te bewapenen is de informatie, de COVID-regels, de Mohanna-regels in achterhouden. We hebben de peuters een hele maand lang getraind. Ze weten dat ze afstand moeten houden. Ze weten dat ze mondkap op moeten hebben. En ze weten sowieso dat ze hun handen moeten wassen en of desinfecteren. En daarop zijn we trots. En de minister is hier langs geweest om het met ons af te sluiten. En om een paar peuters te overhoren. Als u nu kijkt naar het journaal, wil ik u eraan herinneren dat wij ons in de total weekend lockdown bevinden. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Blijf in je huis. Tang na je osso. Er is niets te zoeken op straat, want overal is gesloten. Maak gebruik van de delivery diensten. Mocht je klachten of symptomen hebben, bel naar 178 en laat je testen. Laten we zo snel als mogelijk uit deze derde golf geraken. En dat kan alleen als we ons houden aan de maatregelen. Morgen nemen we u mee naar het MMC ziekenhuis in Ikeri, alwaar wij een rondleiding hebben gehad. Ik wens u een fijne dag verder. Tot morgen.